Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij de podcast van Ertsberg, de podcast waar we dieper ingaan op de boeiende informatie die onze auteurs aanreiken. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Tom Dieussart, auteur van Rond de Kaap. Tom vertelt over het gevecht van één man, Isaac Lemaire, tegen de machtigste multinational van de 17e eeuw, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, zoals we het vaak gaan afkorten in dit gesprek. Een gevecht waarbij ik geleerd heb dat hij 1,5 miljoen gulden zou verliezen, maar toch zijn eer zou bewaren. Welkom Tom in onze podcast. Welkom David. Tom, in Rond de Kaap staat een Nederlander... centraal, of misschien eigenlijk wel Vlaming, want dat verwonderde mij ook wel een beetje van als ik die probeer typeren uit Antwerpse en de Antwerpse Gouden Eeuw. Een centraal figuur die een ongemeen boeiend parcours heeft afgelegd, namelijk die Jacob Lemaire die ik al noemde. Nu, ik moet eerlijk toegeven, die naam Isaac Lemaire, voor ik jouw boek las, had ik nog nooit van die man gehoord. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dus ik denk dat ik misschien niet alleen ben en dat er ook wel luisteraars zijn die dat hebben van, wie is die man? Misschien moet je dat toch even toelichten voor we dieper in zijn leven en vooral in jouw boek induiken. Ik vond het heel mooi dat je begon, David, met een Nederlander. En dat was correct, alhoewel het precies fout leek. En dat komt omdat ons idee vandaag, wij denken in termen van België, Nederland. En dat zie je dan ook in de geschiedenis, dat wij bijvoorbeeld het verhaal van Vlaanderen, wordt dan gefocust op wat er binnen de landsgrenzen heeft afgespeeld, hè, in de tijd van Ambiorix en wist allemaal, maar het is eigenlijk al een foute visie, volgens mij, want Nederlanden, 16e eeuw, dat was de Verenigde Provinciën, hè, dus eigenlijk de Bourgondische Nederlanden. Wij hebben eigenlijk altijd een beetje het idee van, je spreekt over Nederlander, dan heb je het eigenlijk over een Nederlander vandaag. Hè. Terwijl dat voor mezelf constant een recheck is van Nederlander, stop. Hè. Dat was eigenlijk ook, dat waren wij ook, hè. Dus wat we vandaag Vlamingen noemen. Maar dan om helemaal even correct door te gaan, die Isaac Lemaire was eigenlijk een Brabander, want die kwam uit Antwerpen. Dus een Antwerpenaar is meer een correcte benadering. Geboren in Antwerpen, een grote koopman, die terecht kwam in die grote tijd van beroerten, zoals dat dan heette, die godsdienststrijd, hè, tussen katholicisme en calvinisme, ondertussen die Spaanse koning die zijn troepen naar hier stuurde, Alva, de Spaanse furie, dan had je daar die Farnese die dan de stad Antwerpen veroverde, die hele turbulente periode, daar is die man eigenlijk in groot geworden, en dan ook met heel veel andere Vlamingen, zoals we dat vandaag zouden zeggen, dat is ook niet correct, Zuid-Nederlanders is correcter, naar de noordelijke Nederlanden getrokken. Maar dit boek brengt heel veel geschiedenis. En dat misschien even voor we verder gaan over die Lemaire zelf, even over jou. Van waar jouw interesse in deze geschiedenis? En echt dat historisch diptewerk dat je hier verricht hebt in Rond de Kaap? Ja, dat is een interessante vraag, omdat ik zelf geen historicus ben, maar ik heb altijd wel veel interesse daarin gehad. Hè. Dus ook altijd historische non-fictie gelezen. In een van mijn vorige boeken, De Laatste Rit van de Kever, wat eigenlijk een reisverhaal is, heb ik toen ook eigenlijk gebruikt om de geschiedenis van Latijns-Amerika een beetje, altijd natuurlijk vanuit het perspectief van een geïnteresseerde leek, hè, dus geen historicus zelf die brononderzoek gaat doen, maar gewoon al die historie te gaan opzoeken en die dan ook ergens in perspectief te plaatsen. Voor mij, waarom een boek over een 16e eeuwse koopman, hoe kom je daarbij? Eigenlijk was mijn interesse getriggerd, omdat ik zelf in Zuid-Amerika woon, in Argentinië, voor mijn job die eigenlijk grotendeels reisleider is, hè, of reisorganisator, kom ik heel veel in Patagonië. En daar zag je dan helemaal in het zuiden van Patagonië, aan vuurland, dat is een eiland eigenlijk, dat is het laatste stukje Zuid-Amerika, heel veel Nederlandstalige namen die op die kaarten stonden. En dat heeft toch wel mijn interesse getriggerd. En dat voerde mij terug naar het einde van de 16e, 17e eeuw, toen de Nederlanders, en dan herhaal ik, dat zijn we dan
Belgen en Nederlanders eigenlijk ontdekkingsreizen begonnen te doen. Maar je zei daar nu net, ik ben geen historicus, maar dit boek bevat echt heel veel details. Het is opmerkelijk, vind ik, van, dat er zoveel gedegen details in zitten. Dus je hebt toch wel echt behoorlijk brononderzoek gedaan. Dat kan toch niet anders? Ja, inderdaad. Ik heb heel veel brononderzoek gedaan, met plezier overigens. Hè. Ik heb er bijna 2 jaar aan gewerkt. En dat had ook wel ergens te maken. Mijn originele opvatting was, ja, je wilt graag een boek schrijven dat toch de mensen aanspreekt, dat verkoopt. En ik wou er zo meer fictionele elementen in brengen. Dus eigenlijk zo'n beetje geromantiseerde non-fictie, zoals het dan heet, waar mijn personages bijvoorbeeld gesprekken zouden hebben die misschien niet hebben plaatsgevonden, maar er wel ergens in het kader, want dat wordt wel meer gedaan in de literatuur. Toen heeft mijn uitgever, Karel Drabbenmeijer, he stopped me short on it. Die zei meteen van nee, houd bij de non-fictie, houd bij de, echt bij de feiten. En dat was een heel goede beslissing, denk ik. Want anders heb je de kans dat je echt wel compleet de draad verliest. En ik heb dus ook wel heel veel geraadpleegd en gedubbelcheckt, want ik had daarnet ook het idee, inzet je de weg inslaagt van de historische non-fictie, je maakt 1 of 2 of 3 fouten, dan haal je ook alles onderuit. Dus het moet wel ergens kloppen allemaal wat je schrijft. En er zijn heel veel connecties, zowel tussen de religie, tussen de dus het Calvinisme en het Katholicisme, de handel en ook wel een beetje die België-Nederland die toch wel meespeelt, we hebben het er juist ook al vermeld, ons idee vandaag, hè, de Nederlanders, de Belgen, wij zien het als een Berlijnse muur, bij wijze van spreken, terwijl wij toch 400 jaar geleden eigenlijk bij wijze van spreken één volk waren. Dat is ook al erg boeiend. En niet alleen in Nederland spreken, hè, dus ik spreek dus ook over een stad als Doornik, die ook perfect bij de Nederlanden werd gerekend en daar ook bij die economische ruimte behoorde. Die sprak me wel Frans. Werd er ook volgens mij minder over gezeurd, over welke taal dat men sprak. Dat was gewoon de Nederlanden. Dat was een beetje Frans, een beetje Nederlands. Maar dat was één economische, culturele ruimte. Dat is wel boeiend, vind ik. Je zei daarnet dat je getriggerd werd doordat je in Patagonië, waar je vaak verblijft, dat je daar veel van die Nederlandse namen tegenkwam. Maar dan die figuur zelf van Lemaire, ik beken eerlijk, ik had er nog nooit van gehoord. Was dat voor jou ook een nobele onbekende op het moment dat je ermee in aanraking kwam? Ja, volledig. Dus ik had een aantal andere namen ook gezien. Hè. Je hebt daar ook, dat wist ik al langer dan eigenlijk 2-3 jaar geleden toen ik met het onderwerp begon. Een andere figuur waar ik al over had gehoord en gelezen, daar zijn mijn onderzoek mee begonnen, dat is een zekere Sebald de Weert, een Antwerpenaar ook, de ontdekker van de Falklands, hè, of in het Argentinië bekend als Las Malvinas. En natuurlijk, de Falklands, Malvinas is in Argentinië altijd een heet thema. En dan had ik ergens gehoord, eigenlijk zijn ze ontdekt door een Antwerpenaar. En dat was dat is boeiend. Dus ik heb me op het verhaal van die Sebald de Weert gegooid, die, laten we eerlijk zijn, de Falklands gezien heeft en op de kaart heeft gezet, maar hij heeft er nooit een voet aan wal gezet. Dus ontdekker is eigenlijk veel gezegd, is te veel gezegd. Maar hij is wel de man die eilanden hebben, die fameuze Malvinas-eilanden, tot de 17e, zelfs in de 18e eeuw heette die nog de Islas Sebaldias, op de Sebaldis-eilanden. Zonder dat er ooit natuurlijk een claim is geweest van de Nederlanders. Maar die figuur heeft me dan weer geleid naar andere figuren. En eigenlijk de meest fascinerende vond ik dan toch wel die Isaac Lemaire. Omdat ik schrijf het eerst op het einde van mijn boek als een soort Forrest Gump. Overal, in elk belangrijk moment van dat tijdsgevricht van pakweg 1570 tot 1620, die 50 jaar van de overgang, val van Antwerpen, de opkomst van Nederland, de Nederlandse Republiek, dat die Isaac Lemaire er overal opduikt en een erg belangrijk man was. En dan, zoals je zelf zegt, en wij kennen hem niet. En dat heeft ook wel ergens te maken, volgens mij, met het feit dat hij ook wel een beetje een slechte reputatie meesleept.
Ja, want dat zat ik me heel de tijd af te vragen. Ik moet eerlijk zeggen, geschiedenis is eigenlijk voor mezelf altijd een van mijn lievelingsvakken geweest. Ik heb onlangs mijn rapporten nog eens bekeken van mijn middelbaar en daar viel het mij op dat dat raar maar waar altijd mijn beste vak was, maar nooit verder iets mee gedaan. Maar ik heb echt mij zitten af te vragen van, heeft er ooit iemand die naam Isaac Lemaire laten vallen? Dan zou ik me dat toch wel herinneren. Ja, jouw boek vertelt me, dit is een belangrijk man. En toch, ja, niemand kent hem hier. Van wat is daar, is dan die slechte reputatie de oorzaak daarvan? Ik denk enerzijds, David, je moet kijken, die 1585 was voor ons Zuid-Nederlanders enorm traumatisch. Hè? Dus heel veel, eigenlijk het kruim van onze maatschappij is toen naar Noord-Nederland, de noordelijke Nederlanden, gevlucht. En eigenlijk het begin van de Nederlandse Republiek, de onafhankelijke Nederlandse Republiek, is eigenlijk samengevallen met die massale immigratie. Dus eigenlijk is het land al begonnen. Het is niet dat het land bestond en dat er dan opeens een hoop migranten aankomen. Nee, die migranten hebben met dat land gemaakt. En die zijn in Nederland meer bekend dan bij ons. Want bij ons is het een beetje, ja, die zijn vertrokken. Dat waren dan meestal Calvinisten of Lutheranen. Dus voor de nationale geschiedschrijving waren die niet interessant of niet oké. En dan zie je het over heel veel figuren. Heb ik het ook al gehad over Joris van Spilbergen, over die Sebald Weert, waar ik het eerder over had, over Balthazar de Moucheron. Daar is wel in de Nederlandse geschiedschrijving, ik denk vooral in de 19e eeuw, heel veel over geschreven, gepubliceerd, omdat die belangrijk zijn voor het begin van de Republiek. En in België worden die niet als, hoop ik de aanhalingstekens, Belgen beschouwd. Hè? Want België, want ze waren eigenlijk na de val van Antwerpen op een eerder jonge leeftijd vertrokken. Dus daarom is een van de redenen waarom die in België eigenlijk verwaarloosd zijn, of in Vlaanderen. En ook al een van de redenen waarom ik het een beetje heb opgepikt van die mannen toch allemaal een plaats te geven. Ik heb er ook een blog over, hè, de Antwerpenaars van de Republiek heet die blog, waar ik regelmatig een nieuw figuur daarin eigenlijk een podium geef. Maar anderzijds, die slechte reputatie speelt ook wel een beetje mee. Dat komt omdat hij betrokken was bij aandelenspeculatie tegen de VOC. En dat verhaal is natuurlijk ook een beetje eenzijdig verteld, omdat de VOC in Nederland, ja, dat was als Union Minière voor België in de 19e eeuw. Dat was eigenlijk dat was het Unilever, het Shell van vandaag. Dus dat was eigenlijk de economische ruggengraat van de Nederlandse Republiek. En dan had je die koopman die daartegen begon te speculeren, die probeerde de VOC te saboteren. En dat gaf hem natuurlijk in de officiële geschiedschrijving een slechte naam. Terwijl ik heb het in mijn boek voor een stuk rechtgetrokken en hem eigenlijk eerder meer als een soort rebel, als iemand die ook bepaalde dingen in vraag durfde te stellen en eigenlijk tegen het monopolie, tegen de grote monopolist van de VOC was. Ja, ik ga daar straks nog even verder op ingaan, maar je noemde net het jaartal 1585, voor wie dat niet direct realiseert, maar dat is het jaar van de val van Antwerpen, als ik het mij goed voor heb. Dan zijn er inderdaad heel veel Vlamingen en Brabanders, eigenlijk of allemaal ook Nederlanders, zoals je terecht opmerkt, en die zijn naar het noorden getrokken. Daaruit kunnen we direct wel, en je zei het ook al, wel afleiden dat Lemaire een protestant was. Heeft zijn geloof eigenlijk een grote rol gespeeld in wat hij dan gedaan heeft, in zijn koopmanschap, in al zijn daden die je beschreven hebt in je boek? Ja, dat geloof, er is een boeiend thema dat je niet los kan zien van al wat die koopmansgemeenschap was. Je kent misschien de beroemde theorie van Max Weber, die zei dat het kapitalisme, de opkomst van het kapitalisme, dat situeert zich juist in die periode. Hè, want de VOC was ook de eerste NV uit de geschiedenis, het eerste bedrijf op aandelen, op anonieme aandelen dus. Hè. Naamloze vennootschap. En dus dat die koopmanschap wel erg verbonden was met het Calvinisme, met het protestantisme. Het is een theorie die betwist is, hè, want er waren ook grote katholieke kapitalisten, om er maar eentje te noemen, Johan van der Veken, de grote man van het opkomende Rotterdam, was een mechelaar, hè, een katholieke mechelaar die naar daar is gegaan. En trouwens, als men nu in Rotterdam vandaag
bijzondere verdiensten heeft, krijgt men de Johan van der Veken-penning. Wie kent Johan van der Veken nog in België of Vlaanderen? Niemand, dat is een Mechelaar en een katholiek. Maar de anderen, zoals Le Maire, heel zijn omgeving, de Van de Wallens, dat waren allemaal Calvinisten. En je ziet toch ook in zijn brieven, die ik regelmatig gebruik in het boek, dat hij enorm gelovig was. Zijn broer was een dominee. En die Calvinistische kooplui die leefden ook in een erg gesloten kring, waardoor het ook wel een grote sociale controle was. En dus op het moment dat die Le Maire in conflict komt met zijn voormalige partners van de VOC, wat volgens mij eerder een persoonlijk conflict leek dan eigenlijk iets tegen de maatschappij van de VOC, het was meer een persoonlijke vete tussen die kopstukken, dan zag je meteen, hij werd onthouden van, in het Calvinisme is het erg belangrijk, hè, wat ze de gereformeerde kerk noemen in Nederland, daar werd hij onthouden van het kerstmaal, wat dus erg een grote straf is, hè, een soort temporele excommunicatie, om het zo te zeggen. Dus dat die religie en die handel liepen erg sterk samen. Enerzijds, voor de handel kennen ze elkaar allemaal, dat is natuurlijk allemaal minder geglobaliseerd en minder anoniem. Het was een zaak van vertrouwen, die handel. En als je dan dat vertrouwen beschaamde, dan had dat ook consequenties in het privéleven of zelfs zondags in de kerk. Dus die band was er heel sterk en hij was volgens mij ook een super religieus Calvinistische persoon. En daarom ook dat hij na de val van Antwerpen er ook niet aan getwijfeld heeft om Antwerpen te verlaten. Want toen de nieuwe landvoogd Farnese, die was eigenlijk redelijk nobel geweest. En dat heeft niet iedereen over de kling gejaagd of zo, zoals Alva. Maar die zei van ja, alle Calvinisten mogen terug naar de katholieke stal keren of moeten verhuizen naar dus elders. Hè. Die moeten de stad verlaten binnen 3 jaar, ze hebben ook veel tijd gekregen. Maar dus Le Maire heeft een jaar daarna, in 1986, effectief is hij dus verhuisd, hè, dus naar de noordelijke Nederlanden. En daar dus een nieuw leven begonnen. Ik kan nog even een detail zeggen. Men denkt automatisch, als men ziet, Isaac, ja, en dan die achternaam, Franse naam, voornaam, klinkt als een Joodse naam. Dat was ook een van de bevindingen van mijn boek. Heel veel van die Calvinisten die hadden oud-testamentistische namen. Die gebruikten Abraham, Salomon, Isaac, David, Jacob. Dus het was eigenlijk een echte Calvinist op dat vlak. Hè. Laat ons misschien eens even het licht laten schijnen op die VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat was niet iets klein, hè? Dat is echt iets enorm geweest. Dat heeft echt bijgedragen aan de welvaart in die tijd. Wat was dat juist, die VOC? De VOC was zoals ik al eerder zei, de eerste naamloze vennootschap. Dat wilde zeggen, er konden heel veel mensen op inschrijven en die konden daarna hun aandelen verkopen. Wat eigenlijk niet gebruikelijk was in de vorige compagnieën die al bestonden, die bestonden trouwens in het Antwerpen van de 16e eeuw ook. De compagnieën waren meestal persoonlijk op naam, tussen een beperkt aantal partners, die samen geld samenlegden, meestal voor één project. En na dat project, dus na die reis bijvoorbeeld, als ze een verre reis deden, handel met een of ander land, en dat schip kwam terug, dan werden die goederen verkocht en werd de winst verdeeld en dan kwam die compagnie tot einde. Daar is dan een evolutie in gekomen, dat die compagnies dan op langere termijn gingen bestaan. Hè. Zelfs Le Maire had zelf een compagnie met zijn toenmalige partner Dirk van Os, ook uit Antwerpen. En Pieter van Pullen, die woonde ergens in de lijn, momenteel achter de Boedentoren, die buurt. En die deed dan een paar reizen, maar een tijdje dus. Die compagnieën die hadden eigenlijk een soort tijdelijk karakter. En die VOC, die werd eigenlijk van staatswegen gepromoot door de toenmalige landsadvocaat, we kunnen wel zeggen de eerste minister, Johan van Barneveld, Olden Barneveld. Die wilde één sterke compagnie, dus die heeft al die compagnietjes die toen bestonden in de toenmalige noordelijke Nederlanden, zowel in Zeeland als in Rotterdam, als in Delft, als in West-Friesland, als in Amsterdam, allemaal samengebracht
En daar één grote compagnie, die mensen samen aan tafel gezet. En die hebben dus een grote compagnie gesticht, die ook ineens voor een heel lange periode gesticht werd, voor 10, met mogelijk verlenging tot 20 jaar. Waarom? Omdat ze ook ineens een militaire functie kreeg. Die VOC was niet alleen een compagnie die ging handel drijven met Oost-Indië, wat toen het van het was, hè, de specerijeilanden, Indonesië, de Molukken, waar de gegeerde specerij vandaan kwamen. Maar tegelijkertijd natuurlijk was er een oorlogssituatie met Portugal en Spanje. En moest die VOC, dus die schepen, gingen ook zwaar bewapend naar daar. En als er onderweg een Spaans of een Portugees schip tegenkwam, dan werd er geschoten. Er werden ook eilanden veroverd, zowel op de Spanjaarden als op de Portugezen, als op de Engelsen, wat ook belangrijke concurrenten waren. Dus dat was ook die militaire functie, zorgde er ook voor dat eigenlijk de Nederlandse Republiek er belang bij had bij het voortbestaan en bij een sterke VOC. En dan krijg je dat conflict met onze protagonist, die Isaac Lemaire, die daar een beetje tegen die schenen van die VOC begint te schoppen, want hij vindt het niet oké dat een land als de Nederlandse Republiek, die ontstaan is juist met een idee van vrijhandel en van, ja, wij willen ook ons plekje in de wereld tussen de Engelsen en de Spanjaarden, en die jonge republiek, die ook haar plekje in de wereld wilt. En eigenlijk, hij is een grote voorstander van vrijhandel. En dan zie je, die republiek begint met een monopolie, een soort staatsmonopolie, dat anderen uitsluit van die handel. En aangezien dat Lemaire zelf na een paar jaar uit de VOC is gestapt, na een conflict met zijn partners, kon hij dus zelf geen handel meer voeren met de specerijeilanden. Hij werd eigenlijk als grote handelaar, als grote koopman, werd eigenlijk uitgesloten om handel te drijven. En dat is zoals je zou zeggen vandaag, een natiebaas in Antwerpen, die opeens niet meer er een monopolie is van één natie in Antwerpen, dat de andere natiebazen niet meer kunnen meespelen. Je kan het daarmee vergelijken. Dus die Lemaire is daarentegen in opstand gekomen. Er heeft een hoop interessante dingen wakker gemaakt. Ik weet dat je geen historicus bent, maar je weet er wel heel veel van. Dus vandaar misschien toch deze vraag. Is dat de periode waarin dat we inderdaad, en je verwees er ook al enigszins naar, waarin dat we kunnen zeggen dat het eerste moderne of vroegmoderne handelskapitalisme is ontstaan? Dat is ook de periode, toch dacht ik ook, waarin we zien dat er een beurs wordt opgericht, dat er wisselbrieven ontstaan en zo. Dus zit dat allemaal in diezelfde periode? Ja, absoluut. Ik heb daar ook in het boek een fantastisch interview gehad met Herman van der Wee. Dat is voor de mensen die ooit gestudeerd hebben aan de universiteit. Die naam moet wel erg bekend in de oren klinken, economische geschiedenis. Dat zijn cursussen van de jaren 60 en die man leeft nog. Dus die man is ondertussen 97 jaar. Ik heb de kans gehad om die te interviewen. Dat is echt een eminentie op het vlak van, als we spreken over het ontstaan van het handelskapitalisme. En waar ontstond dat? In Antwerpen. Dus dat is dikwijls een beetje een tegenstelling. De entrepreneurs hebben een beetje de naam en faam van pretentieus te zijn, arrogant te zijn. Maar uiteindelijk weet ze eigenlijk dikwijls weinig van de belangrijke zaken die daar gebeurd zijn. Zoals de beurs van Antwerpen. Dat was de eerste handelsbeurs ter wereld. Daar gaan alle handelsbeurzen op terug. Als je vandaag de New York Stock Exchange, die gaat terug op de beurs van Antwerpen. Dat gebouw is prachtig gerestaureerd nu tegenwoordig. Effectief kwamen dus die handelaars, veelal buitenlanders ook, hè, Italianen, Spanjaarden, die kwamen er samen om wisselbrieven uit te wisselen. Er werd dus ook geld geleend. En dus daar is eigenlijk, zoals je ook zegt, het handelskapitalisme ontstaan is misschien veel gezegd, want daar waren de Italianen natuurlijk ook al heel snel bij, ook al in Brugge, met ook al die financiële instrumenten. Maar echt, daar is een evolutie ontstaan die zich dan uiteindelijk heeft gekristalliseerd in de noordelijke Nederlanden, met name in Amsterdam, met de stichting van de VOC als eerste, NV, waar dus mensen konden inschrijven op aandelen en die aandelen verkopen. De aandelenhandel is dus daar ontstaan en achteraf in de beurs van Amsterdam, dat was dan ook de eerste beurs waar aandelen van bedrijven verhandeld werden. Dus heel die periode heeft zich voltrokken eigenlijk in de Nederlanden.
En dat is ook wel iets wat Max Weber trouwens in de lijntjes, tussen de lijntjes ook zegt. Van, volgens hem is het kapitalisme, zoals we dat vandaag kennen, ontstaan in de diaspora. Dus eigenlijk in de diaspora van de protestantse gemeenschap, die is moeten vluchten. En heeft het niet alleen over de hugenoten uit Frankrijk, uit die periode, maar ook uit de Nederlandse, of wat wij vandaag zouden zeggen, de Belgen, hè, die moeten zijn vluchten na de val van Antwerpen naar Hamburg, Frankfurt, Emden, Amsterdam, Rotterdam. En op zich is dat een superboeiend verhaal, want heel veel van die steden, die zijn opgekomen achteraf, zoals Frankfurt en Hamburg, die hebben dat voor een groot deel ook te danken aan de influx van wat toen eigenlijk het centrum van de financiële wereld was. Dat was toen Antwerpen. Terug even naar die Isaac Lemaire. Ja, hij is medeoprichter van die VOC. Ik las ook dat hij de grootste aandeelhouder was, maar je verwees er al naar. Hij is wel op ramkoers gekomen met die andere aandeelhouders. Dat is daar toch serieus misgelopen, blijkbaar. Ja, er is een heel boeiend gegeven. En ik heb daar een beetje onderzoek op gedaan, dat toch wel iets meer licht werpt op die zaak. Zoals ik al eerder zei, in de geschiedenisboeken wordt er dikwijls heel kort door de bocht gezegd: Lemaire heeft gesjoemeld. Hè? Dus hij komt meteen als een soort oplichter naar voren. Een verhaal dat ik eigenlijk helemaal niet kan onderschrijven, want dat zie je ook aan de rest van zijn leven en alle andere dingen die hij gedaan heeft, dat het zeker geen oplichter was. Hij heeft ook op een bepaald moment had hij een probleem met een voormalige concurrent over een aandeel dat moest geleverd worden. En daar heeft hij echt het onderste uit de kan gehaald om aan zijn engagementen te voldoen. Dus het was zeker niet een oplichter die zegt van oké, ik heb hier iets fout gedaan en ik verdwijn met de Noorderzon. Integendeel, ook de ontdekking van Kaap Horen getuigt ook van een enorm doorzettingsvermogen en een soort consequentie in zijn manier van denken. Dus eigenlijk, wat is dan die zaak geweest, waar dus eigenlijk in het verleden een reukje aan hangt, hè? Of men zegt van, daar is het toen onthouden geweest van de kerstmaaltijd in Amsterdam, ik spreek over 605, die periode. Hij had eigenlijk een conflict met zijn voormalige concurrenten. Dus wat is er gebeurd met die VOC? Toen hebben ze een aantal spelers, al die compagnies hebben ze samengegooid. En die moesten vanaf vandaag op morgen samenwerken. Maar blijkbaar was er nog heel veel wantrouwen tussen die toplui, tussen die directeurs. En hij heeft op een bepaald moment een vraag gekregen over een onkostenvergoeding die hij niet zou hebben ingeleverd. Hij heeft die dan wel ingeleverd. En hij heeft toen een beetje zijn voormalige concurrenten uitgedaagd. En daar was trouwens een andere entrepreneur bij, een andere, Dirk van Os, ook erg belangrijk figuur, geboren aan de huidige Boerla-Schouwburg aan die kanten. En ook een zekere Jan Poppe, een Nederlandse, een Hollandse ondernemer. En hij is eigenlijk een beetje begonnen met die mannen eigenlijk aan te vallen of te zeggen, ja, maar ik heb van jullie geen kwitantie gekregen, want ik heb het aan hem betaald en dit en dat. Dus hij begon die eigenlijk voor in de ogen van de andere partners van de VOC eigenlijk in een slecht daglicht te stellen. Dus er is een beetje een kat-en-hond discussie geworden, waar Lemaire wel alleen in stond. En hij heeft dus daar dan toch bakzeil moeten halen. En uiteindelijk is hij gedwongen geweest om zijn aandelen te verkopen en uit die VOC te stappen. Het heeft hij ook wel redelijk snel een flux gedaan, zonder veel... dat is ook een interessant gegeven uit de geschiedenis, van waarom is hij dan zo snel uit de VOC gestapt? Waarom heeft hij door uit de VOC te stappen ook de indruk gegeven dat hij effectief wel in fout was geweest met die onkostenvergoeding, met dat conflict? Ik denk voor een groot deel ook omdat de VOC in het begin ook vierkant draaide en dat Lemaire waarschijnlijk dacht, ik kan het zelf veel beter dan met heel die hoop directeurs die toch vroeg of laat onder elkaar ruzie gaan maken en ik begin gewoon op mezelf. Dat was volgens mij de reden waarop die dan zonder veel problemen in 605 dus zijn eigen weg is gegaan, maar dan wel heel snel tot de bevinding is gekomen
dat die VOC toch constant de hand boven het hoofd werd gehouden door de Nederlandse Republiek. En dat hij daar eigenlijk, dat dus eigenlijk ja, langzaamaan buitengesloten werd uit alle mogelijke handelsmogelijkheden die er waren in de rest van de wereld. Ik las ook in je boek dat, dat in dat conflict met de VOC, dat hij dan zijn zoon er heeft op uitgestuurd om via het Westen naar Oost-Indië te varen en een nieuwe route te ontdekken, dus de route langs Zuid-Amerika. Ja, waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Waarom heeft hij zijn zoon erop uitgestuurd en waarom net die route? Ja, er is eigenlijk het mooie aan de geschiedenis dat je ziet van hoe komen die geweldige ontdekkingen, hè, waar wij nu eigenlijk als 21ste eeuwse mens enorm mee bezig zijn. Dat vinden we allemaal erg boeiend. Hè. We hebben ook Google Earth, we kennen de wereld, het is veel dichter bij ons gekomen. En toen zie je die geweldige ontdekkingen die toen gedaan werden. Wij kijken daar een beetje uit onze bril. Ah, dat waren avontuurlijke ontdekkingsreizigers. Maar dat waren gewoon handelaars die gewoon op weg waren naar de korte route, naar de specerij. Dus eigenlijk het echte doel was handel drijven. En die ontdekkingen, dat kwam erbij. Indrukwekkend ook is al die ontbering dat die mensen toen leden. Hè. Je ziet die gaan langs Kaap Horen, de straat van Magellaan, super harde omstandigheden, wat vandaag nog een enorm probleem is voor zeilers en zo. En die deden dat eigenlijk zonder gps, zonder dieptemeters, zonder sonar, zonder gelijk wat. Dus indrukwekkende zaken. En Le Maire eigenlijk, hoe komt hij erbij om daar een nieuwe zeeweg te gaan zoeken? Dat kwam omdat de VOC, dat is eigenlijk belangrijk om te weten, die hadden monopolie gekregen op de specerijeilanden, op Indonesië. Die, het was de enige Nederlandse compagnie die daarvan mocht handel drijven. Nu, hoe was dat opgeschreven? Hoe was dat monopolie, dat heette toen een octrooi, hoe was dat octrooi gegeven? Die zeiden van, jullie zijn de enige die via Kaap de Goede Hoop, dat is Afrika, dat is eigenlijk de route via het oosten, of via de straat van Magellaan, dat is de route via het westen, naar Indië mogen varen. En daarmee dacht men in Nederland dat daarmee de zaak afgehandeld was, omdat er maar twee routes waren. Dat er geen andere mogelijkheid was om er te komen. Want men wist toch niet dat er onder Vuurland, dat daar de oceanen samenkwamen. Men dacht dat eigenlijk het Vuurland aan, aan dus Antarctica kleefde. Dus zijn er allerlei slimme mannen geweest, waaronder ook een zekere Plantius, dat is trouwens ook, dat is een West-Vlaming, Petrus Plantius, die geprobeerd hebben alternatieven, en Le Maire ook, om via andere wegen in Indonesië te geraken. En een weg die hij ook geprobeerd heeft, is via de Noordpool. Dus via het noorden van Rusland, hè, zo via naar daar. Maar toen kon dat niet, maar toen nog natuurlijk, ja, de schepen waren niet voorzien tegen dat ijs en zo. Nu zou het met opwarming van de aarde waarschijnlijk wel mogelijk zijn. Maar de eerste rondvaart via de Noord is pas gebeurd in 1930 of zoiets. Door een Russische ijsbreker. Dus laat staan dat het in de 16e eeuw gelukt zou zijn. Maar Le Maire heeft dus wel eigenlijk een speld gevonden, een soort gaatje gevonden in dat octrooi dat dus niet waterdicht bleek te zijn. Want er stond op het octrooi, niemand mag via de straat van Magellaan of via de Kaap de Goede Hoop met varen, alleen de VOC. Maar er stond niet, als je een andere weg vindt, dan kan je wel daardoor varen en dan kun je wel met India handelen. Dus hij heeft dat kleine strootje, dat kleine strohalmpje, heeft hij gegrepen en heeft zelf met zijn laatste centen een expeditie uitgerust. Hij heeft zijn zoon, die al ervaring had op zee, daar als kapitein op gezet, die Jacob Le Maire. En ze hebben effectief ook die doorgang gevonden. Dus eigenlijk was dat een fantastische ontdekking. Een ontdekking die, ja, naar mijn mening ook te weinig erkenning heeft gekregen, zeker vergeleken met de straat van Magellaan, hè, die toch al wereldberoemd is, en de straat van Le Maire, of de Kaap Horen, en is veel minder bekend, en dat is op zich minstens zo'n belangrijke ontdekking geweest, en dat dankzij die hele achtergrond van die strijd met de VOC. Heeft hem dat dan nog profijt opgeleverd, dat hij die nieuwe route gevonden heeft? Nee, spijtig genoeg heeft hij dus, en dat was ook te verwachten, het onderspit moeten delven tegen
die VOC en die Nederlandse staat, die ondertussen al met elkaar verstrengeld waren qua belangen. En daar is ook nog een beetje een politiek aspect bijgekomen, dat de toenmalige sterke man van de Republiek, Johan van Oldenbarneveld, die is bij een infaam proces, een soort machtsstrijd die plaatsvond in Nederland tussen hem en eigenlijk de zoon van Willem van Oranje, Maurits van Nassau, is die Oldenbarneveld dus geëxecuteerd geweest. Enorm een zwarte vlek eigenlijk op die jonge Nederlandse Republiek, die heel veelbelovend was begonnen als een jonge democratische republiek, de eerste republiek misschien na Zwitserland in Europa, die zonder een koning regeerde, waar het volk zelf eigenlijk het heeft in handen had genomen. En die Oldenbarneveld, die daar toch een beetje het symbool van was, is op een bepaald moment geëxecuteerd geweest. En dat is ook daarmee was ook wel een beetje de mogelijke beschermer van Lemaire was dan ook wel verdwenen. En ja, hij kon natuurlijk zijn eentje niet opboksen tegen de powers that be. En dat was eigenlijk, de VOC was toen al een machtige compagnie, een multinational, die ook de Republiek recht hield. Dus men zat enorm verveeld met die situatie, want er was wel heel veel sympathie voor Lemaire in de Nederlanden. Van ja, die man heeft het toch maar gedaan, zijn zoon heeft toch maar die geweldige ontdekking gedaan. Het is een handelaar die gewoon handel wil drijven. En er was ook veel, bij het gewone publiek enorm veel aversie tegen die arrogantie van die grote multinational. Dat zie je vandaag natuurlijk ook, hè? Dus dat is een beetje vergelijkbaar. Je hebt een natuurlijke aversie in het publiek tegen bepaalde monopolisten of multinationals, maar ik kan er weinig tegen doen, want het zijn de enige spelers en uiteindelijk doen ze het hele circus draaien. Dus dat was daar ook. En dus financieel heeft hij was toen ook al oud, te weinig profijt uitgehaald, want hij mocht nog 3 of 4 reizen doen via die fameuze straat van Lemaire. En die heeft hij niet meer voor elkaar gekregen. Inderdaad, die reis langs Kaap Hoorn, dat is een fantastische route dat hij daar gevonden heeft. Je hebt dat zelf ook ervaren, hè? Je hebt die tocht zelf op een bootje ook gedaan, hè? Ja, inderdaad. Dat was dus een van de aspecten van het boek, want over Lemaire is al verspreid in Nederland. Zijn er al dingen verschenen in het verleden, onder andere een belangrijk werk dat tijdens de oorlog gepubliceerd is, van Engelbrecht en van Herwerde, twee Nederlandse historici, die eigenlijk het hele reisverhaal van Lemaire hebben vertaald. Dus dat wordt dan omgezet uit het middeleeuwse Nederlands naar het vroegmoderne Nederlands, naar het moderne Nederlands, en dan van commentaren voorzien. Dus dat is wel besproken geweest, maar ik wou het toch wel aantrekkelijker maken voor de lezer vandaag. En ik heb er ook veel moderne reportage in gestoken in het boek. Dus wilde ik ook al die plekken gaan bekijken. En ik was dus ook naar Hoorn geweest, waar dus de expeditie vertrokken is. Ik ben in Amsterdam geweest, gesproken met iemand die specialist is van de VOC. Op al die plekken, natuurlijk in Antwerpen ook, waar dus Lemaire gewoond heeft, in de Kaasstraat, achter het stadhuis. En ik vond, het mocht niet ontbreken om naar Kaap Hoorn te gaan, wat dus niet evident is, want er is, je hebt er dikwijls heel slecht weer, stormen en zo. En dat is een beetje een rots. Er is helemaal in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse continent. Maar ik heb er gelukkig een voet op kunnen zetten en het was echt een prachtige, onvergetelijke ervaring. Je boek is inderdaad ook voor een stuk een reisverhaal, want je hebt die Lemaire nagereisd. Je hebt niet alleen Kaap Hoorn, maar je vermeldde ook al dat je op verschillende andere plaatsen bent geweest. Hoe was dat om die reis ook te maken, om op al die plaatsen te komen? Ja, dat is natuurlijk fantastisch, omdat je daar zie je de geschiedenis eigenlijk voor je neus afspelen. Ik vind ook, je wilt als auteur altijd iets extra of iets nieuw doen. Want om gewoon maar in de bibliotheek te gaan zitten en een hoop bestaand materiaal te compileren en daar een mooie synthese van te maken, hè, zoals bekende geschiedenissen. Vandaag draait alles rond Napoleon bijvoorbeeld, of misschien de Belgische onafhankelijkheid, of
of de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Het is altijd leuk, zeker als journalist, om bepaalde nieuwe dingen te kunnen toevoegen. Dan vind je toch wel dat je een beetje een verschil aan het maken bent. En als je dan op die plekken komt, dan zie je dikwijls ook die geschiedenis voor je afspelen. En zeker als ze onverwacht komen. En een van die onverwachte zaken een van die vondsten eigenlijk, wat ik prachtig vond, Horen is zeker prachtig, maar Egmond vond ik echt wel prachtig. Egmond, je hebt verschillende Egmonden. Je hebt Egmond aan zee, je hebt Egmond aan een hoef en je hebt Egmond binnen, dat zijn de drie verschillende gemeenten. En dat is eigenlijk ook de plek waar onze fameuze graaf van Egmond vandaan komt. Hè? Die Lamoraal van Egmond, die door Alva onthoofd is geweest. En daar zie je dat kasteel van die Egmond, een oude slotkerk. Ik heb er met een lokale historicus gesproken, die natuurlijk super enthousiast erover vertelde. Dus dat vond ik wel... Daar zie je echt wel die geschiedenis voor je ogen afspelen. En je ziet ook bepaalde connecties die er dus bestaan hebben. Want waar is Lemaire gaan wonen? Op een terrein dat vroeger van Egmond heeft toebehoord. Hè? Dus die Egmond is onthoofd geweest. Zijn gelijknamige zoon, die heette ook Lamoraal, hè? Laten we die Lamoraal Junior noemen, is dan in financieel slechte papier geraakt, heeft zijn grond moeten verkopen. En wie komt er dan op wonen? Onze Isaac Lemaire. Dus ik vond het dan wel dikwijls mooi dat je dan die dingen ziet samenkomen en door elkaar vloeien. En dan zie je bepaalde connecties die gemaakt worden. Nog een heel mooi plekje dat ik zeker iedereen aanraad om te bezoeken, dat is De Rijp. Dat ligt er een beetje buiten, ik heb het niet vermeld in mijn boek. Maar dat is naast de Beemster. De Beemster, ja, u kent waarschijnlijk de Beemsterkaas in België. Dat is eigenlijk een enorm groot drooggelegd meer, een polder. Dat is eigenlijk een gigantisch ding, trouwens UNESCO-patrimonium. En het is drooggelegd door onze landgenoot, onze stadsgenoot, Dirk van Os. Dus, en dan kom je daar en dan zie je opeens een prachtig gebied en dat dorpje ernaast, De Rijp, zo'n oud, postmodern, middeleeuws dorpje, prachtig gewoon. En dan hoor je een lokale historicus vertellen over Dirk van Os. Ja, ik vind dat fantastisch, eerlijk gezegd. Klopt het dan dat je reis je in staat heeft gesteld om bronnen te vinden en mensen te ontmoeten die jou enorm veel informatie hebben gegeven, die je niet zou gevonden hebben, moest je inderdaad, zoals je daarnet zei, gewoon droog in een bibliotheek zou gezeten hebben? Ja, zeker. Ik denk dubbel voor mezelf, heeft me enthousiast gehouden en ja, dat is eigenlijk een trigger, want uiteindelijk, ja, wat drijft zo'n boek? Niet voor een groot deel wat je zelf er ook aan hebt, hè, wat je er zelf boeiend aan vindt, want de reactie bij het publiek, dat kan je nooit, wat het nu uiteindelijk goed of slecht bij het publiek zal vallen, wat het al dan niet veel gelezen zal worden, dat is altijd een beetje een incognito. Je laat jezelf leiden door wat je zelf boeiend of passionerend vindt. Dus als je dan die mensen tegenkomt, ik was bijvoorbeeld bezig met Pieter Plantius, die ik al eerder vermeld had, Pieter Plantius, dat was eigenlijk een West-Vlaming, een predikant uit Dranouter. Dat was de grote aansteker van de ontdekkingsreizen in Nederland. Dus eigenlijk de ontdekking van... iedereen weet dat Nederland de kolonie heeft gehad in Indonesië. Eigenlijk de geestelijke vader daarvan, de man uit Dranouter, die predikant. En ik kwam hier dan aan de kust in Veurne in een kopiecenter en die heten Platenvoet. Hè. Dus die plantjes heet eigenlijk Pieter Platenvoet. En dan vroeg ik, ja, zijn jullie toevallig familie van die predikant? Een redelijk veel voorkomende naam, West-Vlaanderen. En dat bleek familie te zijn. En dan kwam ik achteraf in Egmond en dan sprak ik met een man. En die zei, spontaan, zonder dat ik daarnaar vroeg, ja, ik ben nog een afstammeling van Pieter Platenvoet. Dus ja, dat zijn van die dingetjes, dat is heel toevallig, maar dat is ook heel leuk. Dus dat je daar dan, dat is heel dankbaar ook, dat je die dingen dan in het boek kan vermelden, want dat geeft het ook wel een beetje zin allemaal. Zo. Dan denk je van, het moest zo zijn, lijkt het dan zo. Hè? Dus dat vond ik, dat vond ik zeker heel tof, omdat, en fascinerend. Wat dat ik ook gevonden heb, is dat de zoon, Jacob Lemaire, daar is een straat naar vernoemd in Antwerpen. Isaac heeft dan geen straatnaam gekregen. Ja, na dit alles
Vind je dat daar verandering moet ingebracht worden? Vind je dat er ook een Isaac Lemaire-straat moet komen? Er moet absoluut een Isaac Lemaire-straat komen. Ik denk dat uitgever Karel Drabbe ook al tijdens de voorstelling in Otterboomzaal daar een hint aan gaf aan de schepen, Annick de Ridder, die ook aanwezig was. Dus een van de redenen daarom, David, dat die man nog geen stratertje kreeg, is als je nu gaat kijken op Wikipedia, staat er dat hij geboren is in Doornik. Wat een vergissing is. Dat staat ook eens in mijn boek uitgelegd. Er zijn een aantal misverstanden, maar men denkt dikwijls, oké, Wikipedia, ik kan er even opzoeken, maar er zitten ook vol met fouten. Hè? Dus de foto die circuleert van Isaac Lemaire is onze Isaac Lemaire niet. Dat is zijn neef, een predikant. En Isaac Lemaire is helemaal niet geboren in Doornik, hij is geboren in Antwerpen. En dat had de toenmalige archivaris van Antwerpen, Van Roei, die trouwens ook heel toegankelijke en goede historieboeken heeft geschreven, ik denk in de jaren 80, 90, ook al vermeld. Hij zegt, ja, Isaac Lemaire is een Antwerpenaar. Spreekt trouwens veel te goed Nederlands om een Waal te zijn. Dus inderdaad, misschien daarom, omdat hij beschouwd werd als een Doorniknaar, hè, door... heeft men er te weinig aandacht aan besteed. Misschien ook door die tainted reputation, hè? Door dat, waar ik dan hopelijk iets van heb rechtgezet, hè? Met zijn gedoe, met die onkostenrekening daar, hè? Van, ja, die man wordt beschouwd als een schoemelaar door sommigen. En dat is misschien ook al de reden. Maar dan nog, er zijn nog controversiële figuren die ook straatnamen gekregen hebben en zelf... Ja, wat hij heeft bijgedragen op alle vlakken, zowel de VOC als de eerste scheepverzekering van Nederland, als ontdekking van de intellectuele ontdekking eigenlijk van, want zijn zoon heeft het effectief gevonden, maar hij heeft het plan uitgedacht van die doorgang naar de Pacific. Hè. Dat verdient toch wel minimum een straat. Hè. Zeker misschien op het Nieuw-Zuid of waar ze al die nieuwe wijken aan het aanleggen zijn. Kansen genoeg, inderdaad. Tom, misschien nog tot slot. Wat is voor jou het volgende? Dit boek is er nu, een aanrader. Maar liggen er al andere dingen in het verschiet? Want misschien zijn er nog wel zulke thema's die jou interesseren en waar je wil aan beginnen. Ik wou even een break nemen. Ik ben nog bezig met anderen. Nu toch in die slipstream zit van de 16e eeuw, ben ik aan die blog bezig van die boeiende figuren uit die periode die, net als volgens mij Isaac Lemaire, te weinig aandacht hebben gekregen. Momenteel ben ik bezig met de biografie van Emmanuel van Meteren. Dat is de grootste geschiedschrijver uit die periode. Die kwam ook uit Antwerpen, is gevlucht naar Londen. Bij ons ook een nobele onbekende, buiten bij misschien een aantal historici. Misschien doe daar iets mee met die, ik kan in ieder geval met mijn blog verder werken, misschien nog een podcast, dat valt nog te bekijken. Ik heb zelf ook nog in het Spaans een ecologisch manifest geschreven, dat zou ik nog graag willen vertalen naar het Nederlands of naar het Engels als het kan. Maar er is toch wel mijn project voor volgend jaar, is mij toch... gaan toeleggen op alles wat milieu en zo is. Dat is toch iets dat mij naast geschiedenis enorm bezighoudt. En zeker gezien de situatie waar we ons nu in bevinden, denk ik dat het wel belangrijk is dat iedereen zich er een beetje mee bezighoudt met hoe kunnen we proberen om opwarming de aarde, dat nu toch heel een dramatische vorm begint aan te nemen, hoe kunnen we daar eigenlijk een halt toe roepen en zo snel mogelijk een beetje een ommekeer maken. En dat is niet alleen in ons gedrag, maar ook op analysevlak van wat zijn we fout aan het doen. Het is natuurlijk een heel complexe materie, maar ik denk dat iedereen wel zijn steentje daar moet bijdragen. En ook de mensen die, zoals ik, in de journalistiek zitten. We kijken er alvast naar uit. Tom, dank je wel dat je de tijd hebt genomen om zoveel interessante achtergrondinformatie te geven. Maar diegenen die het echt helemaal willen vatten, die kan ik alleen maar verwijzen naar je boek natuurlijk, Rond de Kaap. Zeer boeiende informatie, zeer leerrijk. En ik hoop dat er heel wat mensen door geïnspireerd gaan geraken en dat er eindelijk die straat komt voor Isaac Lemaire. Dank je wel, Tom. Dank je wel, David. En uw beste luisteraar, dankjewel dat je geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Aag.